Minister Antoine Elias overhandigt voertuigen aan werkarmen volksgezondheid. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft een project uitgewerkt om de werkarmen die onder zijn ministerie vallen te voorzien van transportmiddelen. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van 6 vrachtbussen, 6 passagiersbussen en 10 dubbelcabine pick-ups, totaal 22 voertuigen voor de verschillende diensten. Het ministerie heeft veel werkarmen verspreid over het gehele land. De aanschaf van de voertuigen zal zorgen voor een enorme verlichting binnen deze diensten, zegt de minister in een vraaggesprek met het Nationaal Informatieinstituut. De eerste levering bestaat uit 6 vrachtbussen om de diensten te kunnen transporteren. Deze voertuigen werden op vrijdag 5 april jongstleden door de bewindsman in Bruikleen overgedragen aan de vertegenwoordigers van de verschillende werkarmen. De boodschap.today.